is Vlaming op nummer 1, boven een Japanner en boven een Amerikaan. En een Duitser staat pas op nummer 4. Jee, gewonnen. Op die manier kan u dus uw score twitteren. U kan dingen gaan uitwisselen met andere mensen. U kan zelf muziek in die software laden en daar ook mee meespelen. Gaat die ook weer uw timing scoren, uw musicaliteit enzovoort. Maar om u een voorbeeld te geven van de muziek die erop staat. Dit is Old School. Dat is een nummer van mij dat erop staat. Er zijn ook nummers van Johnny Rapp die erop staan. Er zijn ook enkele Japanse nummers, dat gaat u dadelijk herkennen, die erop staan. Dat is dan, Japanners noemen dat dan rock. En voor ons is dat zo, ja, Clement Perez eigenlijk. Dus, Old School. Er gewoon mee. U krijgt een score op het einde. U kan dat twitteren, u kan muziek gaan uitwisselen met andere mensen. Perfect. Vdrums, friendjam.com, volledig gratis. Als Japaner iets gratis weggeeft, take it. Oké? Okay? Goed. Volgende voorbeeld. Gaan we het ietsje verder. Hoeveel mensen zijn er hier fan van drum and bass en dubstep? Wie kent drum and bass en dubstep nog niet? Wie irriteert zich ongelooflijk aan drum and bass en dubstep? Oké, in het volgende voorbeeld ga ik dus een beetje dubstep spelen. En dan ga ik naar de octapad. Nu, wat heel specifiek is aan die genres, dat brengt de drummen echt wel op een hoog niveau. Als je drum en bass drummers hoort, die zijn allemaal supersnel, doen fantastische dingen met hun twee hi-hats bijvoorbeeld. Heeft ook mij geïnspireerd tot het gebruiken van die opstelling. Maar heel belangrijk, de single strokes worden sneller en sneller. Er zijn bijvoorbeeld drum en bass drummers die ook fantastische blast beat drummers zijn, dus die heel snel hun single strokes kunnen spelen. Dit is een single stroke. Okay. En op die manier kan je dus eigenlijk heel ver gaan. Het drummen is ook geëvolueerd. Tegelijkertijd zijn er heel veel mensen die op elektronische muziekfestivals, ook deze zomer trouwens op diverse festivals, ongelooflijk uit de bol gaan op drum en bass en dubstep.
is een heel belangrijk nieuw genre en is heel tof om mee te spelen en veel van te leren. Dit is zo'n voorbeeld. Typisch voor drum and bass of dubstep, in dit geval dubstep, is een elektronisch drum gegeven. Maar tegelijkertijd ook overschakelen naar echte basdrum. Gecombineerd met een beetje een heel hard gedempte snare. En ik ga die snare even uit onderhanden nemen. Dit is bijvoorbeeld, dit was de basisklank van deze snare. Wat heb ik nu gedaan? Ik ben begonnen met die naar omlaag te stemmen. Maar eigenlijk voor dubstep of voor drum and bass klinkt die nog te lang, omdat het tempo meestal iets hoger is. Dus wat doe ik? Ik ga die afdempen. Hoort u het verschil? Deze. En dit. Het is wat korter. Als ik dan bijvoorbeeld die ambience nog weghaal, dan krijg ik bijvoorbeeld dit. Nee, je wilt juist een klein beetje reverb erop, want dat is typisch voor dat genre muziek, voilà. Maar ik wil bijvoorbeeld de bas doen, of heel droog. Of heel droog, voilà. Of heel nat. Dat is te veel, dus ik ga iets tussenin nemen. Voilà. Hop. Lijkt me goed. En dan krijgt u bijvoorbeeld dit. Dus een dubstep nummer aan 145 bpm. Here we go. Geslagen in midden. Is live gespeeld. Maar u hoort zelf ook dat ik het onderscheid heb gemaakt tussen deze set. Nog iets meer jus bij. En dan kan ik dat perfect ook samen met die muziek op deze manier gaan triggeren. 3, 4.
speelden we eigenlijk met de middenklasse elektronisch drumstel perfect ook de dubstep van vandaag of morgen, muziek van vandaag of morgen. Elektronische basdrum, beetje bluesachtige snare, effecten erbij. Gaat het? Dat is zoiets. En we kunnen nog iets verder trekken. We kunnen bijvoorbeeld ook daarbij hetzelfde gaan doen met de octapad. Wie heeft er vorig jaar mijn demo met de octapad hier gezien? Hoeveel? 3. Wie heeft er alleen een gekocht ondertussen? Oei. Wie heeft er een gepikt? Ja, ik ben er een kwijt. Nee, de octapad. Veel van de nieuwe klanken in de TD9 zijn op die upgrade. Oké, okay, op die upgrade. Maar enkele van die nieuwe klanken komen uit, ook uit de octapad, iets meer aangepast voor drums. 670 interne drum en percussie geladen. In de TD9 zitten daarboven ook die nieuwe snares en die nieuwe kicks. Maar wat heel leuk is, ze hebben dezelfde processor. Dat wil zeggen dat, en dat is heel belangrijk, daarom is Roland ook qua kwaliteit en qua populariteit iets groter dan andere merken. Diezelfde processor is supersnel. Dat wil zeggen dat u, als u op een pad slaat, hebt u dadelijk klank. Geen Windows Vista wachttijd. Windows hasta la vista. Oké? Okay? Hetzelfde bij de octapad. U moet dadelijk, als u op die pad slaat, klank hebben. Bovendien, op die octapad kan u ook, net als bij de elektronische drumset of een akoestische, onderscheid maken tussen open en gesloten hi-hat. Dankzij de dubbel layer functie op één pad. Is zelfs een tussenstap bij. Ik kan dat ook met een pedaal doen. Ik kan bijvoorbeeld neerzitten, daar een kicktrigger op aansluiten, enkele cymbal pads die echt de hi-hat erop aansluiten. En dan heb ik een zittend klein drumstel. Want alle klanken zijn hierin gebouwd. Maar, ik kan veel meer. Ik kan bijvoorbeeld ook, ik ga lichtjes improviseren, dit doen. Voilà. Want die heeft geen stem niet meer. Nu kan ik nog bas bijdragen. Dat gaat er als voor. De meeste DJ's vandaag zijn allemaal Jeannette. Want die spelen met laptops en die zijn eigenlijk e-mails aan het checken.